Zo, en daar zijn we weer, beste mensen, aan het einde van de eerste beursdag in Utrecht. De kampeer- en caravanjaarbeurs is weer begonnen. En wat hebben wij een geweldige dag achter de rug. Nu al, was echt leuk. Hè? Echt superleuk. Het was echt en lekker druk trouwens. Leuk dat we jullie ook gesproken hebben. Ja. Nou, het was echt superleuk hier op de beurs. En we laten jullie de highlights van vandaag zien natuurlijk. Leuk dat jullie kijken. De kampeer- en caravanjaarbeurs is gestart en er is echt heel veel nieuws te melden. Heel veel. En op zo'n eerste dag meteen allerlei prijsuitreikingen. En daar komen we straks in deze liveshow weer op terug. Zeker. De ANWB Caravan en de Camper van het jaar. En de winnaars van de duurzaamheid. Ja, precies. Nou, die ANWB-verkiezing die pakken we vandaag zeker mee. En dan noemen we morgen eventjes de duurzaamheidsprijs. Maar eerst even voorstellen. Ik ben Jos Mark van Camping Trend. Nou, en ik ben Dick William Haring. En meteen een verzoek aan jullie. Geef deze show even een duimpje. Want daar help je ons echt enorm mee. Nou, en als vriend van de show maak je natuurlijk weer kans op mooie prijzen. Ja, niet zomaar. Nee, precies. Want vanaf vandaag geven we elke liveshow prachtige spullen weg. En die zijn beschikbaar gesteld door Waypoint. En dat is een specialist in camper- en caravan navigatieapparatuur. En die zitten over het hele land. En hieronder zie je de website van Waypoint. www.gps.nl. Nou, en in deze show kun je dus gewoon een echte TomTom Go Camper Max winnen. De allernieuwste. En dat is echt een geweldige paraat. En die probeer ik namelijk ook al een paar maandjes uit mijn eigen camper. Ja, daar zou je nog een leuke video over maken. Dat komt. Maar het is zeker geen flauwe prijs. En dat is een prijs van bijna 400 euro. En om te winnen moet je je even inschrijven op de Camping Trend website. En hieronder staat de URL. Dan kan ik je namelijk veel makkelijker bereiken als je die prijs gewonnen hebt. En die winnaars die maken we zondagavond allemaal bekend. Van de hele week, hè? Dat doen we zondagavond. Een soort prijzenfestival wordt dat. Aan het einde van deze beurs. Maar hop, we starten met een van de mooiste campers van de beurs. Ja, en meteen erna zie je de lancering van de nieuwste daktent van Thule. Kijk maar mee. Als je al een Sonic in je programma hebt, je geeft hem een enorme upgrade en je bouwt hem ook nog eens een keer op Mercedes. Nou, daar ligt een nieuwe naam snel voor de hand. Dit is de Supersonic van Adria, het topmodel van deze Sloveense camperbouwer. En die gaan we eens even goed bekijken. Aan de buitenkant valt natuurlijk meteen de zilvergrijze metallic kleur op. En samen met die zwarte accenten en de stoere snuit met de Mercedes-ster weet je meteen dat hier iets bijzonders staat. Ook de achterkant van de Supersonic is opnieuw ontworpen. Maar je ziet nog steeds heel goed dat dit een echte Adria is. Als we binnenkijken is ook meteen duidelijk dat Adria de Supersonic positioneert in het premium segment. Handig is het extra tafeltje voor de bijrijder, dat verborgen is in de deur. Natuurlijk is de Supersonic voorzien van een dubbele bodem waarin de installaties vorstvrij zijn verwerkt. Opvallend in de keuken zijn de automatisch te vergrendelen lades. Dat gebeurt zodra je de motor start en met een druk op de knop kun je ze weer ontgrendelen. Het Corian werkblad geeft de keuken een luxe uitstraling die helemaal past bij de rest van het interieur. Optioneel kun je een oven en een koffieapparaat bij bestellen. Maar de hoge koel-vries combinatie, die is gewoon standaard. Wat verder naar achteren komen we bij de badkamer die voorzien is van een verwarmde achterwand. Een prima plek om de handdoeken te laten drogen. Er is veel opbergruimte, we zien een spiegel met verlichting en een mooi vormgegeven wastafel. En daartegenover, daar vinden we het toilet. In het slaapgedeelte hebben de bedden comfortabele lattenbodems en luxe matrassen. Standaard heeft de Supersonic de luxe ALDE vloeistofverwarming aan boord. En dat is net zo comfortabel als thuis. De wagen is leverbaar in twee lengtes, 7,80 meter en 8,90 meter. En bij die laatste heb je een tandemafstel achter, twee assen dus. Qua indeling kun je kiezen uit enkele bedden en een queensbed. En in het woongedeelte kun je kiezen tussen een L-zitbank of juist die face-to-face indeling met twee loungebanken tegenover elkaar. Natuurlijk kun je er ook met z'n viertjes mee op pad. Met dank aan het hefbed dat in die cabine in het plafond is verborgen. De Adria Supersonic is er al vanaf zo'n 165.000 euro. Dit is een bijzonder moment, want hier op de kampeer- en caravanjaarbeurs is de officiële lancering in de Benelux van de Thule Approach. Het allernieuwste op het gebied van daktenten. Daktenten zijn gemaakt voor kampeerders die van avontuur houden. En doordat ze supersnel opzetten kun je heel gemakkelijk overal kamperen. Eventueel zelfs gewoon in het wild. In tegenstelling natuurlijk tot een gewone tent slaap je niet op die koude grond, maar op het dak van je auto.
En daardoor heb je dus ook geen modder, sneeuw, zand of kruipende beestjes in je tent. De bodem is altijd perfect vlak. En je hebt dus ook nooit puntige stenen die in je rug prikken, zoals met een gewone tent. De approach is wel echt next level daktent. Wat meteen opvalt is dat hij niet alleen zijvensters heeft, maar ook grote panoramische dakramen. Zo heb je bijna 360 graden uitzicht rondom en zo voel je je nog dichter bij de natuur. Die grote dakramen zitten trouwens ook in het wegneembare regenscherm, dat je dus ook kunt wegrollen tijdens die mooie dagen. De approach is door Thule zelf ontworpen en hij moest aan een paar belangrijke dingen voldoen. Gemak, snel opzetten en natuurlijk kwaliteit. Nou, let maar eens op die afwerking. De naden, de zoomranden, de ritsen en hoe dat in elkaar is gezet. Deze Thule Approach is een zogenaamde softcover. Hij zit in een waterdichte reishoes en die haal je eraf. Dan trek je de ingebouwde ladder eruit en vervolgens kantel je de tent open. Klaar! En dat duurt nog niet eens langer dan 3 of 4 minuten. En let even op die vorm. Met bijna verticale zijwanden. Daardoor heeft hij veel meer binnenruimte. En je bed is natuurlijk ook meteen gebruiksklaar. Want binnen heeft de Approach een ingebouwd matras met dubbele dichtheid. Van maar liefst 2,40 meter dus bij 1,30 meter. Slaapzak erin en klaar. Nou, doordat je de Approach kunt uitbreiden met een aanbouw of een luifel, is het ook een heerlijke tent voor een wat langer verblijf. De Thule Approach weegt 58 kilo en je kunt hem beladen tot 300 kilo. Geen enkel probleem dus met z'n tweetjes. Hij is leverbaar in 3 kleuren. Pelican grijs, fennel tan, een soort zandkleur, en een donkere dark slate uitvoering in antraciet. Wat een gaaf ding, DB. Sinds wij een week op stap zijn gegaan met zo'n daktent, ben ik er eigenlijk hartstikke enthousiast van geworden. Gaaf. Ja, ik vind het ook echt superleuk. Toen waren we weg met een tent van Dare to be Different. Dat was ook fantastisch trouwens. Ja. Nou, inderdaad, ik kan daar best aan wennen aan zo'n daktent. Maar er is nog veel meer nieuws vandaag. En dat ging dus over die ANWB-verkiezing Camper en Caravan van het jaar. Nou, Jos en ik zitten allebei in de jury. Jos bij de caravans, ik bij de campers. En de prijzen... die gingen naar. Ja. Bij de caravans is dat de compleet vernieuwde Adria Altea geworden. Een heerlijke caravan met een frisse uitstraling. En wat hem bijzonder maakt is het lichtgewicht Alco Vario X chassis. De polyester buitenwand, slimme badkamer. Ook standaard met douche, zoals altijd bij Adria eigenlijk. En bij de campers, DW, waar ging daar de prijs naartoe? Nou, doe eens een gokje. De Hemer Venture S? Nee, bijna helemaal goed. Die was net een tikkie te extreem voor de ANWB. Maar je ziet meteen dat innovaties uit die fantastische Hemer 4x4 meteen doordruppelen in andere campers uit de Erwin Hemer groep. De ANWB camper van het jaar is geworden de Büssner Liceo Gallery. Ook uitgevoerd met die tweede etage die je dus ook op die Venture S ziet. Opblaasbaar. En een ruimte in die slaapkamer, joh, dat is gewoon... niet normaal. Echt heel bijzonder. En getest bij windsnelheden van 120 km per uur. Bizar. Ja. Ik denk dat ik hem dan toch wel ingeklapt zou hebben trouwens. Maar we gaan eerst even naar het volgende videootje. En dat is gemaakt op het fietsparcours hier op de kampering Caravan Jaarbeurs. Daar kun je alle mogelijke e-bikes en vakantiefietsen testen. DW legt uit hoe het zit met versnellingen en riemaandrijvingen. Nou, mij zegt het allemaal nog vrij weinig, maar daar gaan we alles over horen. En ik weet er alles van, dat zie je zo meteen. Ja, ja. Nou, en daarna zie je onze meiden, Martine en Marije, want die zijn er gezellig ook weer bij natuurlijk. En die hebben deze show een geheime missie. Maar dat zie je zo. We staan bij het fietsparcours op de Kamperen Caravan Jaarbeurs. En daar kun je proefrijden op alle mogelijke vakantiefietsen en e-bikes. Nou, wij rijden, Jos en ik rijden nu zelf op elektrische vouwfietsen van Flyer. En dat is een premium merk uit Zwitserland met 30 jaar ervaring met elektrische fietsen. En die vouwfietsen van ons, die passen perfect in de campergarage en zelfs in de caravan. Maar bij Flyer hebben ze ook stadsfietsen, tourfietsen en mountainbikes. Allemaal met elektrische ondersteuning. In deze video gaan we het hebben over de verschillende technische mogelijkheden. Want e-bikes heb je met derailleurversnellingen en met een naversnelling. Het is wel leuk om daar wat meer over te vertellen. Goedkopere e-bikes hebben vaak derailleurversnellingen en die zijn ideaal in de bergen. Je hebt dan veel versnellingen tot je beschikking en er zit altijd wel een goede bij als je bergop rijdt. Nou, en als je ze vergelijkt met naversnellingen, dan heeft zo'n derailleur een groter bereik. Bergop trapt dat net even wat lichter. Maar ze zijn ook kwetsbaarder, omdat alle techniek bij zo'n derailleurversnelling aan de buitenkant zit.
En daardoor heeft zo'n derailleur wat meer onderhoud nodig. En het instellen daarvan, dat luistert ook best wel nauw. Het is fijn als je zelf weet hoe je dat moet doen. Bij naversnellingen zit alle techniek juist keurig opgeborgen in de achternaaf. En de Flyer heeft ze met 5 versnellingen. En als je dan op vakantie gaat, dan is dat ook prima. En als het wat moeilijker trapt, dan zet je de motor gewoon een beetje steviger. Maar dan heb je wel ietsje minder bereik. Top of the bill bij die naversnelling is de Enviolo nav. En die heb ik zelf ook op mijn eigen fiets die in de camper staat. Nou, je ziet hem hier ook. En bij Enviolo is alle techniek volledig onderhoudsvrij in die nav opgeborgen. Bijzonder van Enviolo is dat een volledig traploze versnelling is. Met die stuurhendel draai je iets naar voren of iets naar achter. En je voelt meteen dat je lichter of zwaarder trapt. Dat zijn geen klikken met vaste versnellingen, maar helemaal traploos. En dat kun je echt op de millimeter instellen. Dat fietst gewoon heel erg lekker. Nou, bij naversnellingen kun je ook nog een keer kiezen uit de gewone ketting of een riemaandrijving. En e-bikes met een riem, een Flyer gebruikt daar die Amerikaanse Gates CDX Carbon riem voor. Die fietsen die zijn wel wat prijziger, maar ze hebben ook een paar belangrijke voordelen. Fietsen met een aandrijfriem die maken wat minder geluid dan een ketting. Het trapt ook wat lichter en verder is zo'n riem onderhoudsvriendelijker omdat je hem nooit hoeft te smeren. Hij gaat ook langer mee dan een ketting en omdat een riem niet kan roesten en niet vet is, blijft hij ook schoner. En er komt dus geen zand tussen, zodat hij ook niet gaat knarsen. En met een riem heb je dus ook geen kettingkast nodig die je kleding beschermt of je kuiten tegen van die vette zwarte strepen. Zo'n tandriemaandrijving kun je wel alleen combineren met een naversnelling en dus niet met een derailleur. Nou, en dan kun je bij Flyer ook nog kiezen tussen e-bikes met een Bosch motor of met een motor van Panasonic. En die laatste is ietsje krachtiger, misschien ietsje stiller, maar eigenlijk is dat vooral een persoonlijke keuze. Dus kom dus vooral hier op de Kamperen Caravan Jabus proeffietsen op zo'n Flyerfiets. Of wip even langs bij de dealer. Na zo'n proefritje weet jij precies wat de ideale fiets voor jou is. Jullie staan hier bij een minicaravan te kijken. Is dat iets waar jullie van dromen? Als we 10 jaar jonger waren, wel. Oh. Ja, nou, denk waarom niet? Dus, nee, we zullen wel aanbevelen aan mijn zoon en zijn vrienden, denk ik. Ja, en onze kinderen, ja. Wat komt te doen op de beurs? Een beetje oriënteren, gewoon een beetje kijken. Ik ben wel geïnteresseerd in campers. En waarom een camper? Ja, dat vind ik toch wel een interessante optie. Ik heb zelf ook meer het idee om een klein campertje te nemen waar je nog wel gewoon een klein oud plaatsje, een stadscentrum in kan gaan. Het is toch net wat luxe dan in je tentje slapen, zeker bij wat minder weer. Zo, jij bent met een duidelijk doel naar de beurs gekomen, hè? Jazeker. Vertel, want wat wil je doen? Nou, ik ben opgegroeid met een Volkswagenbusje. Mijn ouders hadden ook zoiets, 20, 30 nu, bijna 40 jaar geleden. En onze auto die begeeft het nu, dus ik denk dit is onze kans om een busje te kopen. Wat leuk. En dat wil je dus echt ook voor dagelijks gebruik? En ja. Mee kamperen. Ja, nou, we hebben niet echt een auto nodig. Alleen voor mijn werk af en toe een keertje, 2-3 keer per week. En dan, ja, dat kan ook met zo'n busje, denk ik. En wat spreekt je zo aan? Is het echt alleen nostalgie of is het ook de manier die bij jou past? Ja, gewoon de vrijheid die je hebt, dat je gewoon zo'n busje over kan neerzetten. Wat is je droombestemming? Nee, heb ik niet. Gewoon de natuur in, eigenlijk. Noorwegen, Zweden zou ik volgend jaar graag willen. En een beetje wandelen, kanoën en gewoon kijken waar je uitkomt met zo'n busje. Misschien wel met deze dus. Ja. Ja, leuk. Dat zou kunnen. Veel plezier, veel succes. Ja, bedankt. Oké, bijna dag. Dankjewel, hè. Dankjewel. Ja, nou, leuk en gezellig dat ze er weer bij zijn. Maar daarmee zijn we wel weer aan het einde gekomen van de eerste beursdag, lieve mensen. Geef ons nog even een duimpje, dan gaan wij even stevig uitrusten voor de volgende dag. En vul dat formulier in op de website van Camping Trend. Want dan maak je dus kans op die TomTom Go Camper Max ter waarde van bijna €400. En dat is een ideaal navigatieapparaat als je met de caravan op vakantie gaat. Want echt, alle campings staan erin en je kunt de afmetingen van je wagen instellen, zodat hij je over de juiste wegen leidt. En misschien win jij hem wel, nou, die TomTom. Dat weet je inderdaad maar nooit. Morgen zijn we er weer trouwens. Zelfde tijd, zelfde plaats in Utrecht. En als we je een tip mogen geven, kom dan gezellig hierheen, mensen. Want het is hier echt hartstikke leuk. Ja, precies. En kom hierheen, al was het maar om Jos even een zoen op zijn kale bol te geven. Ja, natuurlijk. Ja. Of jou een klop op je dikke billen. Nou, voor nu zeggen we bedankt voor het kijken en tot morgen. Tot morgen.